meter 44 met de lange lokken. Belangrijke man, Kenneth Speedy Smit. De man van de partij in Brussel met zijn 23 punten. Een floor leader, goede passing game en we zijn eraan begonnen. En de bal is voor de thuisploeg met Jutzinski die meteen Branch opzoekt voor de eerste play die ze op het parket gaan leggen bij Antwerpen. Kenny Smit wordt meteen gezocht. Samartic voor hem. Val als aanspeelpunt, de loopactie van Branch. Val gaat het zelf doen. Dan naar buiten naar Jutzinski, misschien met de eerste bom. Nee, die valt er niet in. Wel de rebound genomen en een Smith die aanlegt. En ook die bal komt terug uit de ring. Maar opnieuw de rebound genomen door de thuisploeg. Door Val. Derde keer, goede keer. En ook die bal komt eruit. Beetje een moeilijke start. Daar gebeurde het allemaal onder de ring bij Charleroi. Maar ze overleven dat tot 3 maal toe. En kunnen nu zelf oversteken met Libert die kijkt en zoekt. Samarčić, Hamink, de Nederlander. Drive van Samarčić. En ook die wordt er niet in. De rebound wel genomen door Lambrecht. Opnieuw aanval zoeken. 10 seconden nog op de shotklok. Golleman komt niet voorbij. Val. Dan toch met wat gedraai. Nee, rebound genomen door Smit. En gaan meteen naar de overkant. En dan de overtreding gemaakt. Smit ging meteen helemaal naar de overkant. Kesteloot zoeken. Dat was de bedoeling. Maar de overtreding gemaakt door Hamink, Shane Hamink, Nederlander die in Amerika vertoefde. Zijn vader speelde 4 seizoenen in de NBA. En ze kennen hem nog wel bij Charleroi, want ze hebben Europees tegen hem gespeeld toen hij bij Groningen aan de slag was. Shane Hamink, eerste vrijbord van de partij, gaat binnen. Kesteloot, de 0 is van de bordjes, kan hij er meteen 2-2 van maken, de geboren Antwerpenaar. En ook die gaat erin. De eerste punten van deze partij komen op naam van Vincent Kesteloot. Kampioen geworden met Oostende en nu in zijn thuisstad met de vaste overtuiging om ook hier prijzen te gaan pakken. Dat moet toch de ambitie zijn van dit team van Giants. Ben de Steel bijna van Val bij Goleman. Lambrecht zoeken. Libert verdeelt het spel. De man met de meeste ervaring. Want heel veel ervaring hebben ze natuurlijk niet. Hamink legt aan voor de 3 punten. Lambert met, Lambrecht met de rebound onder de ring. Zijn 2 meter en 10 volledig uitgespeeld. Tim Lambrecht. En zo opnieuw de bordjes in evenwicht met 2-2. Tweede overtreding van de bezoekers. Deze keer gemaakt op Speedy Smit, die zijn bijnaam niet gestolen heeft. Bliksem snel in zijn acties, bliksem snel ook in het zien waar die bal naartoe moet. Uitstekend passing game, Smit opnieuw bij de bal. Jutzinski. Lambrecht opzoeken, dat lichaam erin gooien in de strijd en dan komt hij er niet langs. Branch. Slim bekeken nog net die bal tegen het been van Libert aangooien en zo balbezit houden voor de mannen in het wit. 2-2, close game zouden we wel kunnen verwachten van deze partij. Smit met Hamink voor hem, helemaal de overzijde, val. Twijfelde even om het shot te nemen, ging dan inside bij Kesteloot en dat is meteen de tweede score van Kesteloot, 4-2. Vincent Kesteloot, het begon voor hem bij Sint-Jan en is nu terug in zijn Antwerpen, in zijn stad. Poging om die inside die bal bij Goleman te leggen en daar maakt hij nog wat van, die boomlange Hongaar met zijn 2 meter en 11. 4-4. Branch voorlopig nog zoekende, de man die wel wat bommetjes wist te droppen in de openingsfase bij Brussels. Val gaat het inside proberen. En ook een defensieve rebound genomen nu door Lambrecht. Moeilijk voor Goleman, die maakt er nog wat van. Tot bij Samarčić, die wordt dan meteen gebaard om terug inside post te vatten.
I'll check with my colleague and Hamink. Lambrecht, die bal komt opnieuw uit de ring. Dat is al veel gebeurd in de openingsfase van dit Pink Duck Game. Niet vergeten dat hij toch in het teken staat van de Think Pink actie tegen borstkanker. Blanche Fortuny. Dat gaan we wel vaker zien. Stef Blanche, de point guard, 25 jaar, geboren in Californië. En ook hij moet een belangrijke pion gaan worden voor dit Antwerpen. En opnieuw een driepuntspoging, komt eruit, Smith met een rebound. 7-4 kunnen de Giants de eerste rennen van de partij. En dan, Kesteloot, foutief afgestipt. Rotsaart die gebaart toch dat de bal gespeeld werd. Sam Rotsaart, de coach van Spirou Charleroi, even mee het parket op. Verloor in eerder dit jaar de bekerfinale met zijn Charleroi tegen de Giants. Dat was toen wel een heel ander team nog van Spirou. Hamink mag even gaan zitten, proberen die foutenlast niet te snel te laten oplopen. Noah Fogan, een van die jonge Belgen met zijn 21, zijn vervanger Kesteloot, die blijft voorlopig foutloos van op de vrijworpplein. Gaat hij voor een 4-4? Dat doet hij zeker, netjes in het mandje. Vincent Kesteloot, man van de beginfase in deze partij. 9-4, het eerste kleine kloofje. Lijkt eraan te komen. Goede drive van Samardzic. Dan komt hij niet voorbij Zudzinski. Dan is daar onzacht neergekomen Samardzic. Ook hij, Tioli, zijn vervanger. En dat bij een 9-4 tussenstand. Met nog 5 minuten en 53 seconden op de klok in. Samardzic, die dragen ze meteen de kleedkamer binnen voor verzorging. Mattioli laat zich daar de bal ontglippen. Blanche doet nu hetzelfde met Libert. Dan gaat het via Lambrecht. Fogan onder de ringpositie kiezen. Libert gaat helemaal zelf. Komt er niet door. Smit met de fastbreak valt bij hem. Smit, ja, dank voor foul. De Senegalese International zet de L4 op het bord en doet dat op zeer fraaie wijze. Assist van Smith. L4, Spirou moet opletten. Spirou moet al meteen stevig aan de bak. Goleman, overtredingje van Kesteloot begaan. Eerste fout nog maar van de Giants tegenover 3 voor de bezoekers. Momenteel nog niet in het team bij Charleroi. Jury Schoepen, de man die deze zaal zo goed kent. Goleman legt aan. Open shot. Rebound voor Dudzinski. Veel turnovers in deze beginfase van deze partij. Met een dominanter wordend Antwerp. Val, draaien en keren in de paint. En dan is dat opnieuw een overtreding. Nee, geen fout. Gewoon het spel hernemen. Ibrahima, foul. En dan een airball. En dan kunnen we misschien iets terug doen nu via Fogan. Goleman, ja, netjes binnendunken. 2,11 meter. Dan is dat een koud kunstje natuurlijk. In 11-6 de kloof nu teruggebracht tot 5 puntjes. Blanche. Pikt er val uit. Val Fai is een volledige naam, maar we houden het makkelijkheidshalve maar gewoon bij val. Daar gaat hij. Netjes binnengelegd. 13-6 was voor zijn land en dat is Senegal. Was hij MVP in de partij tegen Kenia. Foute paas van Liber. Terwijl Dennis Donker zich klaarmaakt voor zijn eerste speelminuten vanmiddag. Branch die nog even verhaal gaat halen bij de leiding. Nog 4 minuten. 13-6.
Schaller wel dat een beetje moeite heeft om er door te komen. Mattioli met Smit voor hem. Goleman, veel gaat via die Hongaar. Geblokt door Falfay, terwijl de shotklok ook voorbij was. Kesteloot, Zudzinski, Smith. Smit, teruggelegd ook bij Zudzinski, Donkor. Smit dan maar zelf ertussen door. En nog eens een overtreding. Aanvlugge bewegingen van Speedy Smith. De pointcard. Wat Smith van op de vrijworplijn er nog bovenop kan doen op die 15 tegen 6. Muis stil in de lege Lotto Arena. ...16-6 en 10 punten kloof op het bord. Charleroi moet nu echt wel gaan reageren. Zijn ze misschien nog een beetje aangeslagen door die blessure van Samardzic. Liber moet het voortouw nemen en weer een bal die uit de ring terugkomt. Het shotpercentage, we gaan dat wel te zien krijgen na het eerste quarter of met de rust. Shotpercentage bij Charleroi, dat moet echt wel de hoogte in om echt te kunnen concurreren tegen de Giants. Dennis Donkor, Zudzinski en Smit, de mannen die veel speelminuten maken. Balverlies nu wel. Turnover Mattioli, van heel ver komt hij. Fraai gedaan van Mattioli, 16-8. Tot nu toe was het vooral de Giants die konden profiteren van die turnovers. En nu is het Schaller wat het op hun beurt ook eens kan doen. Smith. Ja, stop die man maar af. Goleman. Kjörgi, ja. Dankjewel, zegt Ibrahima Fall. Zo lust hij er nog wel een paar. Leuke manier om de 10 punten kloof te herstellen door de Senegalees, de power forward. Lambrecht. Voorlopig nog. Ja, en dat is even een al te intens duel tussen Val en Goleman. En daar komt hij dan met het nummer 13 op het parket bij Spiel. Juri Schoepen met zijn 26, een van de meer ervaren mannen. De geboren Antwerpenaar moet met zijn team aan de bak in zijn geboortestad. Mattioli brengt wel energie, brengt wel snelheid. Bikkelen en strijden. Lambrecht onder de ring, dat lukt niet. En ze geloven het niet. Blijenberg, Donker en Jenkins kunnen niet geloven wat hier de beslissing van de scheidsrechter was. Ik weet van niks, zegt Jenkins. Ik zat er voor niks tussen. Liber. Tot bij Mattioli, wordt veel in het spel betrokken, maar nu even niet zo succesvol. ...1:47... met Blijenberg en met ook nu Niels van den Einde, de man die van Gucolier kwam met het nummer 9, nu ook erbij. Jenkins, de man gekomen van Limburg United, onder de ring, terug daarbij Val, open shot, rebound voor Jenkins. Dan doe ik het zelf maar, zegt Jalen Jenkins. Als die bal niet binnen gaat, dan leg ik die zelf wel even binnen. Zijn 113 kilo in de strijd gegooid en dat wordt een 20-8 met de laatste minuut die binnen enkele seconden gaat aanbreken. Lambrecht, nu dan. Ja, deze keer valt hij wel binnen. Lambrecht moet zijn shot vinden. Het zal hem goed doen dat eerste bommetje van de partij binnengooien, Tim Lambrecht. Blijenberg mag het spel opnieuw op gang brengen met een drukzettend Charleroi nu.
Bonkor komt er langs bij Liber. Liber doemt dan terug voor zijn neus op. Blijenberg. Blijenberg gaat het zelf doen. Nee, outside. Niet goed teruggelegd die bal van Frens Blijenberg. Dacht de Ridder nog te vinden. Niels de Ridder. Laatste minuut loopt. Liber tot bij Mattioli. En dan Fogan met Blijenberg voor hem. Shotklok begint weg te tikken. Nog 5 seconden. Liber moet dan maar zelf gaan. Komt er niet langs bij Donker, wel ten koste van een overtreding. Eerste foutje van Dennis Donker, het derde van de thuisploeg. En Liber mag het gaan doen vanop de vrijworplijn. De man met 12 caps voor de Lions. De eerste gaat binnen. Voorlopig nog iedereen perfecte score van achter die vrijworplijn. Als Liber dat kan volhouden nu, dan gaan we naar 7 punten verschil. Nog 26 seconden te spelen. De Giants gaan deze shotklok volledig, zo volledig mogelijk benutten om Spirou geen tegenstoot meer te geven. En Spirou dat dan een soort van full court press gaat spelen. Om die aanval er niet te laten uitkomen. Maar het gevolg is dat we toch gewoon oversteken naar de overkant. Naar de foul van Schoepen en Niels van den Einde. Oké. Okay. Gooit die eerste vrijworp netjes binnen. Kleinste man op het parket met zijn 1,80 meter. En die gaat er niet in, maar de rebound genomen door de Ridder. Ze moeten toch wat intenser worden bij Charleroi. Ze moeten daar toch wat wakkerder, wat feller bij zijn. Laatste aanval van dit eerste kwart met een 10 punten. Kloof 23 tegen 13. Zapula uitvallen en dan Donker opnieuw. Eén seconde. Noah Fogan. Aan hem wellicht de eer om de laatste punten van dit eerste quarter op te tekenen. Daar komt die eerste. En ook, nee, ook hij mist zijn tweede, net zoals Niels van der Einde daarnet aan de overkant. En zo kunnen we dit eerste kwart afronden met 23-14. Kesteloot die het allemaal in gang zette voor de Giants met voor het tweede kwart in deze Lotto Arena. Waar dus de roze eendjes braaf op hun stoeltje blijven zitten en toekijken naar deze partij. Zapula brengt het opnieuw op gang. Mattioli vraagt een aanspeelpunt, zoekt dan zelf Jenkins op. En dan de bal in het voordeel van de thuisploeg. Donker. Percentage field goals van Charleroi in het eerste kwart 29,4. Dan wordt het bijzonder moeilijk natuurlijk om een wedstrijd te winnen. Schoepen komt er nu wel prima doorheen. En Rotsaart zou weer bij het parket willen oplopen.
23-16. Zou maar wat graag zien natuurlijk dat zijn jongens aan die achterstand gaan knabbelen. Jenkins. Daarnet prima die rebound genomen. Nu outside gelegd voor een driepunter. Komt eruit. Jenkins neemt opnieuw de rebound. Van den Einde doet goede loopactie. Bal gaat binnen. Scoren van Niels van den Einde. De man gekomen van Guco Lier, de Lierenaar. En zo 25-16. Mattioli, open shot voor Fogal. Ja, die valt lekker binnen, dat bommetje. Dat is al beter. 25-19. Blijenberg. Was moeilijk wat hij daar probeerde. En is dit het moment voor Charleroi om dichterbij te sluipen. Overtreding van de Ridder. Dolcordi heeft ook al twee fouten op zijn naam staan. Net als Hamink bij Charleroi. Maar die zit even op de bank. Mattioli. Lambrecht. Fogan. Na die driepunter, dat krijgt geen vervolg. Donker is ermee weg. Wie is er mee? Jenkins. Sterke aanspeelpunt met een overtreding nu van Fogan. Veertien rebounds genomen in het eerste kwart door Antwerpen tegenover 9 bij Charleroi. Dus ook op in dat departement wordt de voorsprong van de thuisploeg mooi gereflecteerd. De Ridder van den Einde laat door tot voor Blijenberg. Die komt er terug uit. Terwijl Hamink terug op het parket staat voor Charleroi. Nu bij de bal. Lambrecht. En ze beginnen los te komen. Het shot begint te vallen. 25-22 plots. Is die voorsprong in Italië, Bologna. Daar ga je niet zomaar gaan winnen natuurlijk. 25-22. Charleroi heeft gedaan wat ze wilde, wat ze nodig hadden ook. Die run op het parket leggen. En die achterstand bijna helemaal wegwerken. Balverlies geweest ondertussen voor Niels van den Einde. Hamink met Schoepen. Schoepen met zijn tweede score van de middag. En zo 25-24. Charleroi is echt helemaal terug. In de eerste minuten van dit tweede kwart. Lukt plots alles wat hiervoor niet lukte. Jenkins. Inside bijzonder sterk natuurlijk. Jalen Jenkins. De Ridder mag gaan zitten en Dzudzinski neemt terug zijn plaats in. Schoepen. Vloog daarnet door de Antwerpse lucht om die score te maken. Zapula. Rebound voor Branch. Blijenberg terug Branch. En dan mag hij naar de vrijworpplein. Steph Branch, Amerikaan van 25. Valde samen met Kesteloot, de topschutter van de Giants in het eerste kwart. Branch die staat op 3, blijft voorlopig op 3, want die bal gaat niet binnen. Tweede keer en ook dat is niks. 0-2 voor Steph Branch.
Fogga. Goeie steal van Branch. Heeft wat goed te maken na die gemiste vrijworpen. Outside Smith. Terug tot bij Blijenberg. Bommetje van Frans Blijenberg. 30-24. Was erbij met de Lions. Kreeg niet veel speelminuten. De jonge man met de grote plannen. Frans Blijenberg. En Shalawa moet opletten dat het harde werk van die eerste minuten van het tweede kwart allemaal niet voor niks is geweest. Want 30-24. Opnieuw een kleine opening gemaakt door de thuisploeg. Jenkins. Draaien en keren. En in twee keer scoren. Jalen Jenkins. 113 kilo. We zeiden het al. Dat stop je niet zomaar even af. In de paint. Schoepen. Geen score voor Botulli, nieuwe man bij Charleroi. De drive van Branch en dan recupereert hij zelf die bal. Smith opnieuw tot bij Branch en die gaat even lekker aan de ring hangen. Steph Branch, die gemiste vrijworpen, die zijn weer helemaal vergeten. 34-24. Als jullie een run... Een versnelling hoger geschakeld door de Giants en 34-24. Belangrijke rol voor Jenkins, zijn kracht, zijn gestalte. Smith zat er tussen, dacht met die bal aan de haal te gaan, Speedy Smith. Maar loopt er zelf mee, out of bounds. Liber. Moet het voortouw nemen. Fogga. Zudzinski met een goede blok. En dan Smit meteen naar de overkant outside spelen. Blijenberg voor zijn tweede bom. Jawel, Frans Blijenberg. De bommen beginnen te vallen. 37-24. Minder dan 5 minuten. Te veel turnovers opnieuw bij Charleroi. Rotsaard ziet dat ook. Vuurt zijn jongens aan. Weet dat ze het moeten gaan hebben voor een deel toch van energie, van inzet, van intensiteit. Branch afgestopt. Liber. Ja, Blijenberg leek me daar toch niet zo heel veel verkeerd doen in die fase. Hield zijn armen en zijn handen toch thuis. Liber voorlopig foutloos van op de vrijworplijn. Kan heel broodnodige punten aantekenen voor zijn team. De eerste lekker binnen. Daar komt die tweede, Liber, ja. Speedy Smith. Branch probeert wat verwarring te stichten. Blijenberg, Branch nu aan de andere kant. Smith, Branch, snel passing game. Geen 3-op-3 voor Blijenberg. Kan ook niet alles binnengooien natuurlijk. Veel druk op Golleman gezet door Blijenberg. Applaus van zijn teammaat Branch voor die actie. Ja, zo kort na elkaar twee fouten maken, dan kan je beter even gaan zitten. Frans Blijenberg, ook Jenkins. Draf, Kesteloot en Val. Opnieuw tussen de lijnen. Golleman. Met een beetje geluk.
De man die college speelde bij UCLA, Georgi Goleman. Tweede gaat eruit. Val kon die bal niet controleren. Charlois nog maar twee fouls in dit tweede kwart. Heeft te maken met die intensiteit die misschien wel wat hoger kan, hoger moet bij de Carolos. Die bom valt binnen. Van Botuli, 37-30. Verschil wordt weer wat kleiner. Kesteloot. Branch. Zudzinski. Zudzinski. Ja. Aannemen, draaien en binnenleggen. Dave Zudzinski, de dude, 39-30. Liber moet het dan zelf maar doen. Ja, lekker, netjes, Alexandre Liber. Aanvoerder neemt zijn verantwoordelijkheid. 6 punten. Ze blijven zo'n beetje aan de rekker hangen, de Spirou. Kesteloot nu. Ja, ook een bommetje. Outside, open shot voor Vincent Kesteloo, 42-33. Drive van Botuli. Binnengetikt door Lambrecht, denk ik was dat, die daar nog het laatste zetje gaf. Val Kesteloo, kan hij nog eens herhalen aan de andere kant. Zudzinski pikt op, legt binnen. ...44-35 en nog een vrijworpje er bovenop voor Dave Zudzinski. Deze week al terug een Europees duel dus voor de Giants woensdag. We spelen nog partijen op 9, 12, 16 en 19 december. Dat is een stevig programma. Dat zijn flink wat wedstrijden om verder gerodeerd te geraken. Liber, 9 minuten 34 speelde hij in het eerste kwart. Goleman probeerde er langs te zeilen bij Zudzinski. Smith doet het helemaal zelf. Geen score voor Smith. Maar wel de vrijworpen natuurlijk nog. Rotsaart die heeft het even niet meer aan de zijlijn. Ziet dat elke keer als zijn jongens dichterbij kruipen. Dat het dan in defense toch een beetje te los is. Dat er toch te veel ruimte gelaten wordt. En als ze dan tegen die vrijworpen blijven aanlopen. Dan komt er natuurlijk helemaal niks van. Ze zouden bij Charleroi nogthans de kwaliteiten van deze Speedy Smith heel goed moeten kennen. Maar tussen dat weten en er iets kunnen aan doen, dat is nog een ander verhaal. Minder dan 2 minuten, Liber. Dan kreeg hij vrije baan, Alex Liber. Branch. Inside, Zudzinski, die komt eruit, Branch met de tip in. Onder de ring staan ze toch nog altijd te veel toe, Charleroi. 49 punten. En op deze manier is de enige manier dat ze erbij kunnen blijven. 3-punter van Lambrecht. En dan wordt er nog een time-out genomen. Proberen ze hoog druk te zetten opnieuw. Smith. Daar kan je hem wel in vertrouwen op dat moment. Speedy Smith.
Oeh, en dan een gemiste pass naar Branch. Dat was de bedoeling. Soms denkt en ageert hij sneller dan zijn ploegmaats kunnen denken, Speedy Smith. Maar kan zo wel eens iets gebeuren. Vogel. Liber. En dan Bottoli die in de rug ging bij Smith, maar het mocht. Terug tot bij Golleman, Lambrecht. Dudzinski pakt op. 33 seconden, er komt dus zeker nog één aanval van Charleroi. Na deze niet scoren van Smit, want die bal komt eruit. Liber. Zal een vermoeiende namiddag en een vermoeiend seizoen worden voor hem. Met die blessure van Samardžić is de spoeling nog wat dunner geworden bij Charleroi. Fogal. En dan opnieuw Liber. Golleman met Dudzinski ervoor. Ze pakken de rebound. Dudzinski van heel erg ver. Geen buzzerbeater. 49-40. Het antwoord op de vraag of de Giants het eerste kwart gaan afsluiten met meer dan 50 punten is dus nee. Maar ze hebben wel een kleine buffer. Ze hebben 13 punten bij 37-24. Dat was ook de biggest scoring run die de Giants konden neerleggen met een 12-0. Maar nu dus die kloof van 9 punten. En bij Charleroi de aanwinst. Hamming terug op het veld. Moet een beetje opletten met zijn 3 fouten al achter zijn naam. Moet een beetje voorzichtig zijn. Maar ja, hoe doe je dat natuurlijk tegen mannen als een Smith en zeker een Jenkins. Of deze val bijvoorbeeld. Branch opnieuw met de rebound. Gaat er niet in. En dan weer de rebound genomen door Kesteloot. En dat is meteen een illustratie van waar het grootste verschil lag tussen deze twee teams in de eerste helft. 28 rebounds genomen door de Giants tegenover maar 19 voor Charleroi. Dat is een groot verschil en daar was deze fase een illustratie van dat dat nog niet meteen lijkt te veranderen. Branch, bal verloren, maar kan zelf terug oppikken. Lambrecht krabbelt terug overeind. Smith, bal. Net weer de rebound nog genomen door Branch. Dan toch overname door Liber. Shane Hamming. Die bal was er nog niet buiten. En dan Kesteloot. Dankjewel Vincent Kesteloot, de man van de beginfase. Dan even op de bank gezeten. Maar nu opnieuw een score voor Kesteloot. 51-40. 11 punten nu voor Kesteloot in deze partij. En hier zijn ze opnieuw met opnieuw Kesteloot. En ook deze legt hij lekker binnen. Kreeg daar nog even Hamming over zich heen. Maar 53-40, daar is opnieuw dat verschil van 13 punten waar we het daarnet al over hadden. Overtreding nu van Kesteloot. Nummer 2 voor hem begaan op Shane Hamming. Die er naar uitkijkt om dit seizoen mooie dingen te doen met Charleroi. Lambrecht. Lambrecht en Liber. Zij gaan dit seizoen heel veel speelminuten moeten maken, Liber. En het vaak ook zelf moeten forceren. Branch had de bal al, maar dan nog op de arm getikt. Door de Hongaar Golleman. Voorlopig geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg. Dat die 13 punten kloof als een warm dekentje om zich heen kan slaan. Speedy Smith met wat gebaren naar zijn jongens. De man die op het veld het verlengstuk van de coach moet zijn, Speedy Smith. Maar
verbaal, vocaal is hij niet meteen een geweldenaar. En opnieuw de rebound. Ja, Rotsaart die staat daar aan de zijlijn. Maar te roepen om die rebounds weet natuurlijk ook wel dat daar vooral daar het schoentje knelde. En nog een opvallend verschil als we de stats van de eerste helft bekijken. 28 points in de paint voor Antwerpen tegenover 16 maar voor Charleroi. Dat heeft wat te maken met onder andere Jenkins. En de rebound met wat geluk. Wel voor Charleroi. Val zat er eerst bij, maar kon die bal niet controleren. De Senegalees. Hamink legt aan van achter de driepuntslijn. Die bal valt. Shane Hamink. Geen Ivo tevreden bij Charleroi. Dudzinski even gaan hangen aan de ring. 55-43. Liber die in de eerste helft 16 minuten en 28 speelde. Alleen Lambrecht nog meer met 18 minuten 31 op het parket. Dat is bijzonder veel voor Tim Lambrecht. Smith, no-look pass. Shot valt niet. Rebound voor Liber. Continu met de rug tegen de muur. Continu tegen die achterstand aankijkend Spirou Charleroi. Inside, Golleman gevonden door Liber. Makkelijke score voor de man van 2 meter en 11. Georgi Golleman. Smith dacht daar Tudzinski onder de ring te vinden, maar dat loopt mis en gaat dan ook even liggen. Smith, outside shot, Mattioli, alle tijd voor het open shot. Bal valt niet, rebound door Kesteloot. Smith is ermee weg. Smith gaat even toveren, slangenmens. Kenneth Smith schreeuwt het uit. Daar houdt hij van dergelijke acties. Tegenstander helemaal zoek. Spelen met die bewegingen, met die snelheid. Speedy Smith. En dus de vrijworpen voor de captain, voor Liber. De 30-jarige doet dat foutloos. 2 op 2 voor de Lion. En zo terug 10 punten het verschil. Mattioli. Opnieuw tot bij Liber. Mattioli met de actie. Daar zit het dicht, dus opnieuw Mattioli en dan Lambrecht. Gaat hij weer een bom droppen? Ja, wel hoor, Tim Lambrecht. Zijn drie punters zijn een levenslijn voor Spirou Charleroi. Het shot van Lambrecht dat draait. En nu kunnen ze misschien vanuit die turnover opnieuw wat dichterbij sluipen. Met Liber. Hamink even zoeken. Lambrecht komt daar het screen zetten. En dan toch weer Liber. Doet het dan maar zelf. Airball opgepakt door Smith. Blijenberg, Smith. Opnieuw diezelfde twee. Blijenberg, Smith. Terug naar de buitenkant. Dudzinski, score. Dave Dudzinski. 4-3, 60-50. Als Lambrecht een bom dropt, dan is daar aan de overzijde het antwoord van Dudzinski. Hamink. Met de overtreding. En dat is nummer 4 voor Shane Hamink. Dat wordt een beetje nijpen. Dat wordt een probleem voor de Nederlander.
moet nu echt wel op zijn tellen gaan passen. De man van 1,98 meter. Speedy Smith. Tudzinski. Blijenberg inside. Blijenberg, goede actie, Frens Blijenberg. 62-50. Golleman lokt de overtreding van Dudzinski uit. Charleroi staat op 5 fouls. En dit was nummer 3 voor de thuisploeg. Golleman. Puntje extra erbij voor de Hongaar. Smit schudt Mattioli af. No look pass. Wat een bijzonder harde pass was dat van Smit. Kesteloot vervloekt zichzelf nu dat hij daar niet beter mee deed. We hebben dat al gezegd. Speedy Smit denkt snel. Speelt zo mogelijk nog sneller. Als dat allemaal volledig op elkaar ingespeeld is. Mattioli. Simpel binnenleggen. Dat zijn fases waar Begaat toch niet echt vrolijk van wordt. Van zo'n ruimte in defense. Dudzinski, Smit nu zelf aanleggen. Ja, ook dat is geen probleem voor Speedy Smit. Driepuntertje erbij. Terwijl Branch en Donker zich aan de zijlijn klaarmaken voor hun volgende speelminuten. Hamink. Mattioli weer tijd en ruimte. Drie punters is voorlopig nog niet zijn specialiteit. Smit zoekt welke opties er zijn. Val zegt het moet naar Dudzinski. Smit doet dat ook. Val als een truitje gehangen, maar het balbezit blijft voor de thuisploeg. Smit doet alles, gaat ook zijn teammaats overeind helpen nadat ze tegen het parket liggen. Die lange Senegalees, Val mee overeind geholpen. Kesteloot heeft zijn plaats afgestaan ondertussen. Branch en Donker terug in het team. Ibrahima Val. MVP voor Senegal tegen Kenia. 16 punten voor hem in Brussel. En nu 1 op 2 van de vrijworplijn. En dan de rebound net niet genomen door Dudzinski. Libert. Foutief gestuit door Smith. Kan het wel hebben. Speedy Smith zijn eerste. Hamink. Driepuntertje binnenleggen. 66-58. Score van, ja, wie dacht u, Lambrecht? 2 minuten 30 nog te spelen. Dit is weer zo'n fase waarin Charleroi dichterbij kruipt. Overtreding van Jenkins was het. Hamink blijft spelen ondanks die 4 overtredingen. Libert, ook die bal valt. En dan heeft Begaan weer even genoeg gezien. Dan is het een time-out aangevraagd door Stefan Begaan. De man die op 2 januari 41 jaar te verwennen. Maar wel de laatste 2 minuten en 16 van dit derde kwart. Met
de Giants die moeten opletten om de voorsprong niet te vergooien met Jenkins die het screen gaat zetten. Donker met Smith die zoekt Jenkins. Opnieuw het screen van Jenkins en dan heeft Smith een klein beetje ruimte. Gleed bijna uit. Donker met de poging. Valt niet. Rebound voor Lambrecht. Kans voor Charleroi om nu bijna helemaal terug langs zij te komen. Hamming gezocht. Shane Hamming zocht de overtreding en vindt die ook. En dus mag de Nederlander gaan postvatten voor achter de vrijworplijn. Niet scorend tegen Charleroi met Groningen zoals in een Europees verleden. Nu wel scorend voor de Canelo's Shane Hamming. En doet dat netjes. 66-63. Jenkins. De man van de screens. Overtreding op Smith van wie was het? De Smith lacht zijn tanden bloot. Roze schoentjes voor de Pink Duck game bij Speedy Smith. Eerste gaat netjes binnen. Even doorademen voor die tweede vrijworp en dan die ook lekker binnenleggen. En dan mag je even gaan uitblazen, Speedy Smith. Niels van den Einde blaast zijn handen nog wat warm. Het is best wel frisjes in deze Lotto Arena. Geen fans, geen supporters, geen menselijke warmte om het allemaal wat aantrekkelijker te maken. Fogan. Lambrecht. Oh, en het blok van Jenkins leek in orde te zijn, maar was het niet. Een foul van Jalen Jenkins. Lambrecht kan zijn punten totaal nog wat aandikken. Het moet niet altijd van achter de driepuntslijn zijn. 68-65 wordt het niet, want die bal van Lambrecht komt er wel uit. Steph Branch. Wanneer gaat hij nog eens een bommetje droppen? De Amerikaanse point guard. Of inside kan het ook natuurlijk. Boos dat hij er niet zuiver door geraakte, Steph Branch. Dan op deze manier ook hij de handen even warm blazen. Steph Branch mist zijn eerste. Komt dat door die koude handen? Wie weet. Tweede keer lukt het wel. 69-64 in de laatste minuut ondertussen van de derde kwart. Met Zapula tussen de lijnen. Lambrecht doet het. Deze keer is niet. Rebound genomen door Branch. Glijdt er langs. Outside. Niels van den Einde terugleggen. Dudzinski. Jenkins. Sterke lijf in de strijd gooien. Binnenleggen. Jalen Jenkins. 71-64. Laatste aanval van dit kwart. Shotklok loopt bijna synchroon met de 12 seconden die er nog te spelen zijn. Met de 12 seconden iets meer. Dus ze nemen een tijd om die aanval op te zetten. Zapula
En dan moet er nu aangelegd worden. Bal ging er niet in. 71-64, toch weer een klein beetje dat verschil uitgediept door de Giants in de slotfase van de derde. En Lambrecht die blijft ook gewoon staan. Opvallend dat hij nog geen enkele foul achter zijn naam heeft staan, Tim Lambrecht. Libert bij de bal, die staat op 3. Hamming staat op 4 met een dubbele dummy. En dan komt hij niet tot scoren. Fel in dat duel met Val. Lambrecht opnieuw. Hamming. Blockshot van Branch. Verschil in rebounds blijft nog altijd bijzonder groot tussen de twee teams. 41 stuks voor de thuisploeg, 25 voor de bezoekers. Daar zit nog steeds de sleutel, denk ik, in deze partij. Het grootste verschil. Field goals percentage bij de Giants 47%, 39% bij Spirou. In het appartement van de driepunters scoren ze beter dan de thuisploeg, de Carlo's. Met dan kan Tim Lambrecht vooral dan. Vijf driepunters binnengegooid door Lambrecht. 5 op 8, 62,5%. Dat is netjes. Lambrecht en Libert. Libert zelf. Valt lekker binnen. Ook weer een bommetje gedropt door Alex Libert. 71-67. Ze blijven de Giants in het vizier houden op deze manier. Branch moet even die bal terug gaan zoeken. Niels van den Einde. Niels van den Einde. Mooie opening op val. Goed gespeeld van de Liedenaar. Wist daar precies wat hij deed. Libert. Fogan. Met Donker voor hem. Dus naar Hamming. Open shot. Laat het liggen. Jenkins met de rebound. Steekt nu over Jenkins. Gaat hij het helemaal zelf doen. Terugdraaien. Val. Niels van den Einde gaat nu voor eigen succes. Dat lukt niet. Libert nog eens. En ook die valt binnen. Tot groot enthousiasme van zijn teamgenoten. Twee bommen droppen. 73-70. En zo gaan we stilaan richting een spannende slotfase. Nog iets te vroeg daarvoor. Nog 8 minuten te spelen. Van den Einde. Dat was net iets te moeilijk. Rebound wel genomen door Branch. Tot 2 keer toe. Steph Branch zit daar dan vast. Helemaal opgesloten onder de ring. Geen doorkomen aan. Open shot voor Libert. En dan deze valt dan weer niet. Jenkins maand even tot rust aan. Donker. Dacht er even een gaatje te zien. Dennis Donker. In april vader geworden van een zoontje, Billy. Val. Bal over het bord. En als ze nu weer kunnen oversteken en nog eens een driepunter binnendroppen, dan staan ze terug helemaal gelijk, Charleroi. Libert, Lambrecht. The usual suspect. Overtredingje van Jenkins. En dan mag hij ook beginnen opletten met zijn derde foul. Jalen Jenkins.
7 minuten nog. Liber. Lambrecht, daar gaat hij weer. Ja, 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 zeker. Tim Lambrecht. 73-73. Daar is dat scenario dat we zo net even geschetst hebben. Nu een bom droppen en dan helemaal gelijk staan. Hoe hebben de Giants dit toch kunnen laten gebeuren? Zal Begin zich afvragen. Blijenberg met de foute pas. Liber ertussen. Liber. En dan. Rebound voor Val. Slordigheidje. Hammink pikt op. Terug tot bij Liber. Het is even loszand bij de thuisploeg. Fogan, terwijl Golleman daar tegen de grond gaat. Hammink met Jenkins voor hem. Dat is geen cadeau, nee. Blijft bij 73-73. Van der Einde schreeuwt om een afspeelmogelijkheid. Jenkins. Blijenberg weet het even niet. Dan Val. Komt er ook niet door. Offensief loopt het plots voor geen meter meer bij de Giants. Overtreding van Van den Einde. Begin heeft geen andere optie dan er opnieuw Smith en Dudzinski op te zetten. Foutenlast is zeker niet het probleem voor Smith of Dudzinski. Liber. Tot bij Hammink. Nee. Rebound voor Dudzinski met Smith. Kesteloot. Iets te statisch allemaal, iets te weinig beweging. En Smith probeerde het nog maar eens met een no-look pass tot bij Jenkins. Doet dat graag, doet dat veel, die no-look passes, Speedy Smith. Jenkins wachtte tot Smith opnieuw daar was. En dan komt hij de bal eruit. Met wat geluk blijven de Giants in balbezit. 10 seconden op de shotklok. Smith even aangetikt. Dan outside weer zo'n harde pass. Bal valt niet. Rebound genomen. Dudzinski. Kesteloot. Komt er niet door. Jenkins. Val van Golleman. De 24-jarige Hongaar met zijn vierde ook. Net als Hammink wordt dat te opletten voor Golleman. Smith kiest voor zekerheid bij Jenkins. Blijenberg kiest positie onder de ring. Het gaat naar Smith. Jenkins opnieuw. Jenkins met Golleman. Yes, Jalen Jenkins. 75-73. 4 minuten 24. Jenkins dacht daar even een steal te doen. Golleman krijgt de foul mee. Zo, er was nog maar één foul gemaakt in dit vierde kwart. Dat is wel bijzonder. Ja, en dan wordt dat toch nog rechtgezet of hersteld. Zo zullen ze toch zeker bekijken vanuit Antwerps oogpunt dat dit een betere beslissing was om die bal aan hen te geven. Dat het Golleman zelf was die daarmee out of bounds ging. Blijenberg. Jurie Schoepen die maakt zich nog eens op voor wat speeltijd hier in zijn voormalige thuisbasis. Jurie Schoepen.
man die hier dat bijzondere jaar meemaakte met het bereiken van de Final Four in de Champions League. Smit mooi tussendoor tot bij Kesteloot. Even genieten van het hangen aan die ring. 77-73. Terug een klein beetje ademruimte voor de Giants. Fogal. Doet het zelf. Zodzinski met de rebound. En Smit, als ze nu opnieuw weten te scoren, dan hebben ze misschien wel de moeilijkste fase overleefd. Alhoewel, beslist is er dan nog niks natuurlijk. Smit zelf naar buiten. Dudzinski snel. Blijenberg. Ja, die bal valt. Frens Blijenberg met een bommetje. Even springen met Dudzinski. Wat was dat een leuk moment om een driepunter te scoren. Frens Blijenberg. Maar voorlopig is het Antwerp dat op weg is naar een perfecte 2-op-2 na de zege in Brussels. Hamink met Jenkins. Komt er langs. Shane Hamink moet blijven spelen. Golema, die zien we niet meer. Met 5 fouls. Die lange Hongaar. Voor hem is het voorbij. Smit. Blijenberg, kan hij dat nog eens doen? Nee. Dan is het vechten voor de rebound. Schoepen houdt allemaal goed af. 80-75. Tijd tikt weg in het voordeel van de Giants. En op deze manier zeker Kesteloot. Kesteloot moet zelf gaan. Kesteloot met ervaring om die bal netjes binnen te leggen. 82-75. Het wordt bijzonder moeilijk nu voor Charleroi. 7 punten met iets meer dan 2 minuten te spelen. Dat kan natuurlijk. Libert moet dat toch voelen, de 30-jarige, die vele speelminuten. Juri Schoepen. In de buzzer valt die bal nog. Nee. Altijd rustig, Juri Schoepen. En ook hij blazen in die handen. In deze kille Lotto Arena. Maar het is wel een wedstrijd met een warm hart. Met het hart op de juiste plaats ten voordele van de Think Pink actie. Die Pink Duck Game. U kan nog zo'n roos eendje adopteren. En dat gaat dan volgende week zondag deelnemen aan de Pink Duck Race. 20.000 eendjes die worden losgelaten. Allemaal ter ondersteuning van Think Pink, de strijd tegen borstkanker. De Giants die het overigens moeten stellen, dat hadden we nog niet vermeld zonder Robbie Rogiers. De man die oud is met een scheenbeenvliesontsteking en in deze maand december niet meer in actie zal komen. Maar de kern van de Giants moet breed genoeg zijn om dat zonder al te veel problemen op te vangen. Met die aanwinsten in Begin, die begrijpt er weer niks van. Vragende gebaren bij Begin en nu onbegrip voor de beslissingen. Blijenberg tot bij Dudzinski. Anderhalve minuut, Dudzinski, airball. Hamink met Libert. Fogal komt uit de dekking gelopen. Libert. Schoepen. Ja, Juri Schoepen. Blijft cool. Legt die bal binnen. 82-77. 1 minuut. En Rotsaart die roept om een low screen. Blijenberg in de actie. Jenkins die graag praat met de scheidsrechters. En ook Smit gaat daar nog even wat uitleg vragen. Speedy Smit.
Liber en Lambrecht natuurlijk tussen de lijnen voor die laatste minuut. Liber, Schoepen, Liber, Lambrecht. Lambrecht, dat was te denken natuurlijk. 3 punten, ja, en dan nog valt die bal toch nog binnen. 82, 79. Wat krijgen we nog in deze money time seconde? Jenkins mag het op gang brengen. Tot bij Smith. Liber gaat daar druk zetten. Proberen Smith zo ver mogelijk naar achter te houden. En dan natuurlijk komt Jenkins dat screen zetten. Smith tot bij Dudzinski. Bal valt niet. Rebound voor Schoepen. Laatste 20 seconden breken nu aan. 82-79. 3 punten is het verschil. 3 punten binnen leggen. En een overtreding uit de brand slepen, maar dat komt er niet van. Dat gebeurt niet. Schoepen speelt dat niet klaar. En dan zou het gespeeld moeten zijn. 13,5 seconden. Charleroi gaat nu druk zetten op alles wat los en vast zit. Overtreding maken. Zat niks anders op. Jenkins die amuseert zich wel. ...11,9 seconden. Herhaling van zetten van zo net. Proberen dat balverlies af te dwingen. Smit, ja, daar is dat balverlies dan ook. Lambrecht, laatste seconde, Lambrecht. Bal valt niet. En dan is het gedaan, dan is het gespeeld. 82-79, het heeft hier een heel klein gaatje gezeten. In die slotseconde, Lambrecht had het nog kunnen doen. Maar het blijft bij een